Ik had een enorme ontlading. Ik heb heel hard gehuild. Dat eindelijk na 20 jaar er iets gebeurt. Ook Kamerlid Pia Dijkstra reageerde geëmotioneerd op de steun van de Tweede Kamer voor haar donorwet. Voorzitter, ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. Ik heb heel veel mensen dood zien gaan op de wachtlijst. Die dus wachten op organen, waaronder mijn vorige partner. Die stierf in 2005 in mijn armen toen de Tweede Kamer nee zei tegen een wetswijziging. En het is bewezen dat deze wijziging ook meer donoren zal opleveren. Op straat wordt voornamelijk positief gereageerd op het wetsvoorstel. Dat van iedereen een orgaandonor maakt, tenzij je dat anders aangeeft. Ja, je weet nooit wanneer je einde nabij is, zullen we maar zeggen. Dus ik denk dat in die zin dat er wel meer donoren verworven kunnen worden. Ik vind het prima dat ze donor zijn, dat ze het aangeven. Je kan beter afzeggen dat je dus aan moet melden. Maar aanmelden, dat gebeurt toch niet? Het is eigenlijk, vind ik, een soort dwang. U bent er niet mee eens? Nee, absoluut niet. Nee. Door haar taaislijmziekte is Kim Moelands door het oog van de naald gekropen. Ze hoopt dat het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt, zodat de nieuwe donorwet daadwerkelijk van kracht gaat. Op een gegeven moment ging het zo slecht dat ik zou sterven. Via het Nederlandse systeem zou ik er nu al 6 jaar niet geweest zijn. Uiteindelijk heb ik longen uit Duitsland gekregen en die hebben mijn leven gered.